wordt heel wankel van dit kunstwerk. Het is een beetje alsof je heel hard gelopen hebt op een loopband. Echt heel hard. En dat je er dan afstapt en dat je benen nog steeds bewegen. En het stopt ook niet echt. En hoe langer je om je heen kijkt, hoe meer je dat duizelige, rare gevoel krijgt. Het is ook een beetje alsof je in een trein zit en de ene trein rijdt weg en jij nog niet. Maar je hebt wel het gevoel dat je weggaat. Nou ja, ik denk dat mensen die heel duizelig zijn van zichzelf hier niet meteen in zouden moeten staan. Ik vind de aardbevingen heel, ja, wel een beetje bevreemdend, want het is best wel ver van mijn bedshow, omdat ik er nog nooit één heb meegemaakt. En tegelijkertijd zie ik heel vlakbij, een half uurtje rijden, gewoon de huizen in de stutten staan en mensen vol verdriet. En ja, ik vind dat heel erg. En ook dat die mensen zo lang niet serieus zijn genomen. En dan denk ik, ja, nu krijgen ze eindelijk die erkenning. Ik vind dat wel heftige tijd of zo. Ook in de journalistiek is het heel intens. Ik krijg met heel veel emoties te maken. Ik denk dat het heel goed is dat er kunst wordt gemaakt over aardbevingen. Omdat wij hier in de stad eigenlijk nog helemaal niet zo goed weten wat dat met je doet. En als je dan hier staat en alles draait om je heen en je wordt er zelf wankel van en een beetje onzeker. Ik denk dat het goed is om een beetje de beleving te leren kennen van de mensen die in het aardbevingsgebied wonen. Want wij hebben het allemaal nog maar één keer meegemaakt terwijl we in het stadhuis waren of zo. En dat er een klein beetje iets beweegt, maar niet zo erg als de mensen die daar wonen. Dus ik denk dat het goed is.